Op de Valkenboslaan botste vanmiddag rond 1:30 een motorrijder tegen een stilstaande auto aan. Volgens getuigen reed de motorrijder nogal hard over de Valkenboslaan in de richting van de Laan van Middenvoort. Ter hoogte van de Columbusstraat verloor de motorrijder de macht over het stuur en botste tegen een stilstaande auto aan. De motorrijder raakte hierdoor gewond. Hij werd op straat behandeld door toegesneld ambulancepersoneel. Ook werd hulp ingeroepen van het mobiel medisch team uit Rotterdam. Deze zijn echter onderweg naar Den Haag geannuleerd. De motorrijder is op de brancard gelegd en met spoed naar het MCH Westeinde ziekenhuis vervoerd. Daar zal hij verder worden geholpen aan zijn verwondingen. De verkeersongevalanalyse is ter plaatse gekomen om de sporen van de aanrijding vast te leggen. Het feit dat de motorrijder behalve een helm geen beschermende kleding aan had, zal hem geen goed hebben gedaan.